geschaft, want dan kun je dan een beetje mensen in hun vrijheid. Dan, in ieder geval, het moet allemaal één groot geheel worden en zelfs een deel van de mensheid moet worden uitgeroeid, zodat er meer overblijft voor de rest. En alles draait dan om de energievoorraden die er nog zijn in de wereld en wie het daarover voor het zeggen heeft. Maar, is toch onze koningin? Ja, maar het, ja. Ja, en het, maar het is allemaal heel geheimzinnig. Ze praten daar dus over grote plannen om die economie aan te pakken, zoals jij dat zegt. Ja. Maar worden er daadwerkelijk adviezen uitgebracht aan bedrijven, aan regeringen, aan ministers? Ja, men zegt, niemand weet dus wat er exact besproken wordt. Hè. Dus je moet maar afgaan op dit soort journalisten die dat boven tafel proberen te krijgen. Dat daar bijvoorbeeld de oorlog in Kosovo bedacht is. Of de inval in Irak. Daar heeft men dat, daar voor het eerst ook over gesproken dat dat moest gaan gebeuren. Dat soort dingen worden daar dus op de kaart gezet. En dan lekt dat zo langzaam door in de belangrijkste regeringen. Maar wat vindt nou, want zijn er nooit vragen gesteld aan het staatshoofd van Nederland? Jazeker. Ja, we hebben vandaag nog even contact gehad met Harry van Bommel. Die heeft vorig jaar van de SP. Die heeft vorig jaar Kamervragen erover gesteld. En minister van Buitenlandse Zaken. Van waarom is onze koningin daarbij? En wat wordt er nou besproken? En dan wordt er gezegd, nou ja, het is een geheime conferentie. Doen we verder geen mededelingen over. En het valt onder de verantwoordelijkheid van de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken. Maar we betalen het ook. Wij betalen het. Dan betaalt het zelf. We betalen allemaal een stukje mee. Maar de hele conferentie wordt vooral gefinancierd door de grote industriëlen die deel uitmaken van die club, die pompen daar flink wat geld in, want die hebben er ook weer voordeel bij, hè, als ze zelf ook weer wat centjes terugkrijgen uiteindelijk. Maar het is een geheimzinnige club en het is ook nuttig om erbij te zijn. Bill Clinton was er in 91, werd in 92 gekozen tot Amerikaanse president. Tony Blair was er voordat hij premier van Engeland werd. Maxime Verhagen was er vorig jaar, is nu minister van Buitenlandse Zaken. Dan moet je daar uitgenodigd voor uitgenodigd zijn. Dan proeven de leiders van de wereld even of je geschikt bent voor de job. En als dat zo is, dan krijg je de zegen. Daar lijkt het een beetje op. Wouter Bos zit er niet. Nee.